Hallo mensen, welkom bij Albert Leest. Vandaag lezen we uit het werk van Peter Paul van Kaam. Die heeft een boek geschreven dat heet Tim de Videogame Kampioen. En ik zal er een aantal passages nu uit gaan lezen. Zoals vaak werd Tim ook deze ochtend wakker met een ontzettende hoofdpijn. Bah, vandaag weer naar school en de hele dag verplicht stilzitten. Veel liever zou ik de hele dag op mijn spelcomputer spelen, dacht hij. Sinds enkele dagen was Tim trotse bezitter van de allernieuwste Ninseg 256 spelcomputer. Deze had hij voor zijn 8e verjaardag van zijn vader en moeder gekregen. Wekenlang had Tim lopen zeuren bij zijn moeder. Zo graag wilde hij die fantastische spelcomputer hebben. Mam, ik help je met de afwas en allerlei klusjes in huis, aldus de enthousiaste Tim. Vervolgens had mama met papa gepraat en voor zijn 8e verjaardag had Tim een prachtig cadeau gekregen. Misschien had ik gisteravond niet zo lang moeten spelen, overwoog Tim, toen hij chagrijnig in de badkamer zijn tanden stond te poetsen. Maar het was ook zo enorm spannend geweest. Hij was eindelijk bijna bij het laatste level van Bros Riders gekomen. Zo dichtbij en toch verloor ik bij een van de gevechten mijn allerlaatste leven, dacht Tim met een mond vol tandpasta. Eten en schiet op voordat je weer naar school komt, riep moeder van beneden. Ja, ik kom eraan. En Tim zuchtte diep. Met slaperige ogen keek hij in de spiegel. Wat zag hij nou? Een glinstering? Bijna direct gevolgd door een flits. Tim dacht, hij droomde. Maar voordat hij het wist, werd hij gegrepen door een hand en de spiegel ingetrokken. Geschrokken en bevend op zijn benen stond Tim op en keek om zich heen. De wereld achter de spiegel was er een die Tim wel heel erg bekend voorkwam. Een wereld die vol lag met puin en rotsblokken. In de verte stond een kasteel. Het zag er groot, zwart en gevaarlijk uit. Tim was bang, maar toch wilde hij verder gaan, nieuwsgierig als hij was. Ineens drong het tot Tim door. Ik ben in het laatste level van Bros Riders. Gisteravond was ik hier ook, maar toen zat ik veilig achter mijn tv. Wat zullen papa en mama wel niet zeggen als ze erachter komen dat ik hier zit? Alleen gaan ze mij hier nooit vinden. Straks kom ik weer te laat voor school. De juffrouw was vorige keer al zo boos omdat ik net te laat was. In de verte klonk een stem. Tim, kom vlug! Tim keek op en zag Sam en Max. De koelbloedige helden van Bros Riders. Dit stelde hem gerust. Sam en Max waren ervaren helden en streden samen tegen de kwaadaardige tovenaar Herman. Opeens wist Tim het weer. Het kasteel in de verte is het huis waarin Herman woont. Vanuit zijn kasteel verzon Herman allerlei trucs om de hele wereld in Bros Riders over te nemen. Hij was van plan om alles om te toveren tot zijn donkere koninkrijk. Wat hem betreft was de hele wereld zwart en lag deze vol met rotsblokken en puin. Tim rende zo snel als hij kon naar Sam en Max. Bij hen ben ik veilig en zij gaan mij vast vertellen hoe ik weer zo snel mogelijk naar huis toe kan. Hoe weten jullie eigenlijk mijn naam? Vroeg Tim. Wij weten alles, Tim. Jij speelt toch altijd met ons via je spelcomputer? Maar hoe kom ik nu thuis? Vroeg Tim, bedroefd. Ach joh, maak je geen zorgen. Voordat je het weet, ben je weer thuis. Goed. Hiermee wou ik even afsluiten van mijn passage uit Tim, de Videogame Kampioen. Het is een leuk boek, want ik zal nu even teruggaan naar mijn normale zelf. Het boek Tim, de Videogame Kampioen is een boek voor jong en oud, dat iedereen kan lezen. Het is makkelijk geschreven, geen ingewikkelde woorden. En het neemt jou mee op een avontuur met Tim door de Game Bros Riders en alles wat daar omheen komt.
Samen met Sam en Max heeft hij heel wat overkomen. En geloof mij, prikkeltje fantasie. Bij de eerste moment dat hij de spiegel ingetrokken werd, kreeg ik kippenvel. En dat soort momenten komen nog veel meer. Waarom? Omdat ik zelf een hele levendige fantasie heb. En dan is dat gaaf, dan zie je dat voor je. Dat werkt voor mij altijd met boeken, ook al lees ik ze niet zo vaak. Zoals ik zei voor jong en oud, dit boek kun jij lezen, kan ik lezen, kan je vader lezen. Het is gewoon vet. Over het algemeen word je natuurlijk meegenomen in verhalen en videogames. En nu is het een verhaal over een videogame. En dat is op zich ook wel origineel. En daarom vond ik het vet om daar een review over te doen. Tim de Videogame Kampioen is digitaal verkrijgbaar op de link in de beschrijving. Daar kun je hem kopen. 3 euro. Heb je 51 bladzijden aan plezier. Verder is dit natuurlijk niet normaal gesproken hoe wij onze reviews doen. We doen het over games of wat dan ook. Maar ik vind het aangezien een boek over games ook wel best wel eens een keer kan. Ik vond het origineel. Vonden jullie het ook origineel? Doe dan eens een duimpje omhoog. Als er meer dan 500 duimpjes zijn, dan ga ik ervoor zorgen dat dit vaker gebeurt. En daarmee bedoel ik originele producten die met gaming te maken hebben. Op een originele manier zoals dit. Tenminste, ik hoop dat het een beetje origineel was en leuk. En als ik geen 500 likes haal, dan doe ik gewoon originele games. Die doen we normaal gesproken ook wel. Maar dan blijf ik gewoon alleen maar gewoon games doen op de manier dat we het altijd al deden. Omdat dat geeft aan voor mij dat jullie dat prettig vinden. Hoe dan ook, bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. www.nlgamereviews.nl Klikken op en check die shit snel. Ben je gamer, je moet me geloven. Check die shit tof, game over. www.nlgamereviews.nl Klikken op en check die shit snel. Ben je gamer, je moet me geloven. Check die shit tof, game over.